Yes, guys. Laat even weten of jullie mij kunnen horen. Ik ga even iedereen dempen. Ga ik zo meteen gelijk beginnen. We hebben een speciale presentatie voor jullie gemaakt. Voor iedereen die er vandaag bij is. Tijd bij is. Dus gaat over Black Friday, Cyber Monday. Het is nu Q4. Voor iedereen die nu bezig is met dropshipping. Dit is de beste tijd. Ben je nu nog niet hiermee bezig? Dan is dit echt de tijd om hiermee te gaan beginnen. Is er nog één iemand die moet dempen? Juist, nu staat iedereen gedempt. Ga ik beginnen? Ik ga even mijn scherm met jullie delen. 1 seconde. Yes. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. En ga ik het volledig met je uitleggen. Dit is een systeem dat ik nu al 3 jaar gebruik. En eigenlijk altijd voor Black Friday en Cyber Monday gebruik. Dat gaat er dus voor zorgen dat je sneller gaat schalen. Dus heb je nu een product dat je al aan het schalen bent, gaat dit je enorm helpen. Heb je nog geen product en wil je beginnen met je dropshipping store, gaat dit je ook helpen. Dit is het meest bewezen en consistente Black Friday Cyber Monday strategie voor jou om nu te gebruiken. Niemand praat hierover en ik zie geen enkele concurrent dit soort dingen delen. Dus dit is echt super unieke footage die ik je hier gratis en voor niks ga delen. Nou, we beginnen een week voor Black Friday. Dat is zondag de 19e en dan ga je de eerste dag van het pushen van je offer. Dus momenteel heb je een product of je hebt momenteel nog geen product. Dan ga je beginnen met een 25% tot 40% korting. Black Friday, Cyber Monday, Blowout Sale. Nou, dit moet zoiets goed zijn. Iets dat je nog nooit eerder hebt gedaan. Maar je nog steeds wel ruimte hebt om winstgevend te zijn en te kunnen schalen. Belangrijk iets wat we aanzetten voor Black Friday, Cyber Monday en voor deze hele campagne. Waarin je 2 tot 3 keer zoveel omzet gaat maken als iedere andere week gedurende het jaar, is retargeting. Nou, misschien heb je nu al een product lopen en loopt het al een tijdje. Dan kan je dus mensen die al een keer op je website hebben geklikt, mensen die al een keer hebben gekocht of mensen die willen hebben kopen, terugkrijgen met een stukje retargeting. En daar lanceren we dus nieuwe Black Friday, Cyber Monday focused retargeting campagnes op. Nou, dit doen we met 2 tot 3 foto creators waarin Black Friday of Cyber Monday staat. Zorg ervoor dat je hier ook Black Friday en Cyber Monday copy doet en spreektaal voor je headline en voor je ad copy. Nou, hierin doen we dus €5 per adset bij nieuwe campagne. Je zal hier in deze periode van het jaar zal je meer spenderen aan je advertenties. Alles wat ik hierop uitleg is puur voor Facebook advertenties, niet voor TikTok of Google. Gewoon puur voor je Facebook ads, dat je daar het meeste uit kan halen naar mijn ervaring in de afgelopen 4 jaar. Nou, je headline en je ad copy zullen zijn privé toegang tot onze Black Friday Blowout Sale. En welke doelgroepen je voor je marketing audiences gebruikt, zijn view content. View content betekent iedereen die in aanraking is geweest met jouw content. Dus iemand die jouw video-advertentie wel eens heeft gezien. Iemand die jouw foto-advertentie wel eens heeft gezien. Iemand die iets heeft gezien van jouw website. Iedereen die op add to cart heeft geklikt. Dus iedereen die op toevoeging aan winkelwagen heeft geklikt op website. En initiate checkout. En dat wil dus zeggen dat iemand zijn bestelgegevens heeft ingevoerd. Dus zijn e-mail, zijn woonadres, etc. En alle video-viewers. Dus iedereen die in contact is geweest met de video. Nou, het doel hiervan is je klanten laten genieten en haasten om je Black Friday, Cyber Monday product te gaan kopen met 40% korting. Je geeft momenteel nu al korting van deze 25 tot 40%. En ja, dan is het doel eigenlijk om te laten weten van hey, je moet het nu kopen voordat we uitverkocht zijn op Black Friday en Cyber Monday. En daarin kan je dus toegang geven tot het publiek. Deze geef je alleen aan je retargeting, dus iedereen voor warm publiek in dit geval, iedereen die al in aanraking is geweest met jouw product. Nou, wat doe je met koud verkeer? Daar kan je een nieuwe campagne voor gaan lanceren. Zoals ik al eerder zei, ga je dus meer adverteren en meer advertentiebudget gebruiken in dit deel van het jaar. Dat kan je doen door Black Friday, Cyber Monday, Elite Scaling of algoritmische targeting als je nog niet bij Elite Scaling bent. Ik ga ze allebei zo even voor je uitleggen, dan weet je precies wat het betekent. Algoritmische targeting is niets anders dan het testen van producten. En daarin gebruiken we dus €5 per adset en 10 adsets met 10 verschillende interesses. Nou, loopt die goed, schalen we die op met de elite scaling. En dat zijn meer dan 100 tot 200 interesses op €1,50. Dan zie je dat je al veel meer advertentiebudget hebt op 1 dag. Zeker als je al winstgevend producten hebt, gaat dit je echt enorm hard helpen. Nou, dan heb je die Black Friday Cyber Monday copy. Die spreek je voor je headline en voor je ad copy. Dus voor elite scaling behandel je dit als een normale campagne met het killen van adset. En je wil dat dit eigenlijk zo lang blijft runnen. Dus voor alle campagnes die je aanzet van zondag de 19e tot Cyber Monday zelf, ga je dus advertenties schalen. Nou, voor degenen die nu nog geen product hebben en nog steeds willen beginnen
Het is nog steeds niet te laat om te beginnen met dropshipping of met je e-com store. Alleen je had het liefst wel voor Q4 al je winnende product gehad. En dan is het nog steeds een goede tijd om te gaan beginnen. Dus daarin kan je dus de waarschijnlijkheid en de shine van Black Friday, Cyber Monday gebruiken. En de intentie van kopers op dit moment, van iedereen die het wil kopen, maakt dit echt een geweldige tijd om producten te testen. Misschien ook wel naast het winnende product dat je nu hebt. Dan heb je nog geen... Kijken of ik iemand kan hebben. Juist. In ieder geval, dit is dus de belangrijkste tijd voor jou om te gaan testen en de markt in te gaan voor de eerste keer. Dus ga je nu beginnen, dan is dit echt een ideaal moment om te beginnen met je Shopify Store. Nou, begin je alleen, dan lanceer je dus alleen deze algoritmische targeting en die volg je voor de 3-dagen-regel zoals altijd. En de 3-dagen-regel is: op de eerste dag kijk je aan het einde naar je kost per klik, CTR en CPM. Op de tweede dag kijk je naar add to cards. En derde dag kijk je naar sales. Dus tweede dag is voor toevoeging aan winkelwagens. Derde dag voor sales. En eerste dag gewoon op KPIs. Nou, wat je vanaf deze dag ook doet. Al je e-maillijsten, iedereen die je in je contactgegevens hebt. Schrijf, voorbereid en manage een e-mailreeks van 1 per dag. In de richting van een privé early bird korting tot Black Friday. Okay. Dat is dus heel belangrijk om elke dag dus een e-mail te gaan pushen richting jouw product. Oké. Okay. Ik ga even nog één iemand dempen voordat ik doorga. Juist. Oké. Okay. Nou, dan komen we al aan bij maandag de 20e en dan run je nog steeds deze retargeting. Die wil je eigenlijk voor langere tijd gaan runnen. Het liefst tot maandag Cyber Monday zelf. Oké. Okay. Nou, deze laat je dus runnen voor minimaal 5 dagen. Hierin ga je niet echt heel veel schalen, maar verhoog je het audience budget met de ROAS, break-even ROAS. Dus alle adsets die sales hebben gehad en die boven je break-even ROAS zijn, die kan je elke dag met 50% verhogen. Dus van 5 naar 7,50 euro, van 7,50 naar 10, et cetera, et cetera. En retargeting is hierbij echt het geheime wapen voor de Black Friday Cyber Monday deals. Omdat iemand die heeft dus al een keer interesse gehad in jouw product en wil het dus gaan kopen uiteindelijk. En ja, door deze campagne kan je eigenlijk iets laten runnen, waardoor je die klant wel binnen gaat krijgen. Misschien wilde die eerst niet, maar nu geven die korting en daardoor gaat hij hem nu wel kopen. Nou, voor de elite scaling die je hebt, die laat je nog steeds nu runnen. Je kijkt even naar de doelgroepen en je bent niet agressief met uitzetten. Je bent heel erg aan het kijken van, hey, wat gebeurt er? In plaats van echt constant agressief uit te gaan zetten, wat je normaal gesproken wel doet. Je laat Facebook echt goed zoeken naar de adset en laat Facebook eigenlijk gedurende deze hele week bijna het werk doen. Nou, voor deze algoritmische targeting die je eventueel hebt aangezet, als je nog aan het testen bent, ben je nu bij de 2e dag aangekomen en zal je op add to cart zijn. Dus alle adsets zonder add to cart op deze dag zet je uit. En je gebruikt voor deze ook de copy voor Black Friday Cyber Monday in je voordeel, specifiek op je ad copy, maar ook voor je landingspagina. Oké. Okay. Nou, ook voor je e-mail en sms stuur je weer elke dag een nieuwe e-mail, elke dag met een unieke feestdag gerelateerd bericht, om ze constant te herinneren aan dat Black Friday en Cyber Monday eraan komen en dat je product waarschijnlijk uitverkocht raakt. En die push je richting een early private sale helemaal tot aan Black Friday. We zijn nu een aantal dagen al voor Black Friday in dit geval, bij maandag de 20e, en dan is het belangrijk om dat zo vaak mogelijk te gaan doen. Nou, een belangrijke opmerking die ik wil maken, alleen de retargeting audiences en de andere 2 campagnes en je e-maillijsten hebben toegang tot je korting. Dus niet het grote publiek die zomaar op je website komt. Nou, hoe doe je dit nou precies? Je hebt eigenlijk een gedupliceerde landingspagina slash link gemaakt. Het is eigenlijk een kopie van het product dat je verkoopt. Een andere soort ja, websitepagina in dat geval. Die alleen voor het nieuwe publiek is. Voor de retargeting audiences, voor de elite scaling, voor je e-maillijsten. Dus niet voor de gewone gebruikers die op je site komen. Dit is echt om exclusiviteit aan te tonen aan je klanten. Dat dat echt alleen voor hun is. En niet zomaar voor het hele publiek. Dus iedereen die adverteert, slash iedereen die in je e-maillijst zit. Nou, op Black Friday zelf gaat de volledige site gaat op een blowout sale met een automatisch toegepaste kortingscode. Zorg ervoor dat deze zeker aanstaat. Het is belangrijk dat dat echt zo is. En daar zorg je ook voor met elite scaling of met je algoritme targeting, retargeting en e-mail en sms-lijsten, waarin we net alles over hebben besproken, dat je echt een kans hebt om het vroeg te kopen voordat het uitverkocht raakt op 1 dag op Black Friday. Dat komt constant terug. Dus constant terugroepen van, hey, op Black Friday zijn we waarschijnlijk uitgekocht. En dat drijft echt die urgency richting je product base. Dus zorg ervoor dat je duidelijk maakt dat om 12 uur vrijdagnacht de Black Friday korting uiteindelijk eindigt. Dus die 25 tot 40% korting die je geeft, die eindigt op Black Friday zelf om 12 uur middernacht. Om ervoor te zorgen dat mensen nu gaan kopen.
Nou, wat doe je op dinsdag de 21ste? Zijn we nog een dag dichterbij. En daarin runnen we nog steeds de retargeting. Dan ga je nog steeds door met het runnen van je retargetingcampagne. En het verhogen van winstgevende adset budget met 50%. De goal is om meer te spenden in deze tijd dan dat je normaal gesproken zou doen. Omdat je ook meer kan verdienen dan dat je normaal gesproken zou doen. Nou, voor elite scaling zijn we nu een aantal dagen mee bezig. Is het de derde dag. En dan kijk je eigenlijk naar drastisch slecht presterende adsets. En die zet je momenteel uit. En stop dat budget wat dus uitgezet wordt. Zet je dus terug in je goed presterende adsets. Zodat je daar meer in kan gaan spenden. Nou, voor je algoritmische targeting, als je die momenteel aan hebt staan, ben je nu op de derde dag beland en zet je alles zonder sales uit. En alle adsets die sales hebben gedraaid in de afgelopen 72 uur, kan je 5 keer dupliceren. En dupliceren is niks anders dan gewoon kopiëren. Dus stel je voor, je hebt de adset glas, dan kan je die 5 keer kopiëren. Heb je 5 kopieën van de adset glas. Nou, wat doe je voor je e-mail en sms? Weer helemaal hetzelfde. Stuur een nieuwe e-mail elke dag met een unieke feestdag gerelateerd bericht om ze constant te herinneren. Je doet niks anders dan alleen maar herinneren, herinneren, herinneren dat Black Friday daar aankomt. En dat je dus een privé landingspagina hebt voor je e-mail en sms-lijst om ze hierin te pushen en niet een publieke pagina. Nou, wat doe je woensdag de 22e? Retargeting nog steeds, die laat je nog steeds runnen voor de komende dagen. En het enige wat je dag in dag uit doet is 50% elke dag verhogen dat het winstgevend is. Het verschil is dat wat je op deze dag wel doet, op de vierde dag van deze Black Friday Cyber Monday campaign, is lanceer je eigenlijk laatste copy voor retargeting. Je kan deze huidige copy gewoon simpel aanpassen en laat mensen weten dat het deal eindigt op vrijdag middernacht. Om ervoor te zorgen dat ze nu kopen, zonder dat de voorraad uitverkocht wordt. Nou, voor koud verkeer heb je ook elite scaling en die laat je nog steeds runnen. Kijk je naar die audiences, ga je nog steeds niet agressief met uitzetten en laat je de adsets optimaliseren op zoek naar winstgevende adsets. Voor het koud verkeer dat je hebt, voor elite scaling of algoritmische targeting, heb je geen laatste kans copy voor koud verkeer, omdat dat momenteel niet zo relevant is. Nou, voor die algoritmische targeting waar ik het net over had, ga je nog steeds door met de 5 keer duplicatiemethode en noteer je audiences met hoge ROAS, 2+, en bereid deze voor om verticaal en verhoog ze vanaf morgen. Nou, nog steeds voor je e-mail en sms stuur je een nieuwe e-mail, precies hetzelfde. Herinner constant mensen aan dat Black Friday eraan komt, zodat ze sneller gaan kopen. En je verstuurt hierbij ook de laatste kans e-mail en sms-kopie. Laat de mensen weten dat de deal echt eindigt op Black Friday 12:00 middernacht. En laatste opmerking die ik hierbij wil maken is: heb laatste kans kopie live op ads die erin gaan vanaf de 25e op Black Friday zelf. Oké. Zijn we dus op donderdag de 23e. Nu ben je één dag momenteel voor Black Friday. En daarin verhoog je nog steeds winstgevende adset met 50% opnieuw. We doen in deze campagne is niks bijzonders en eigenlijk is het redelijk saai, maar het is wel uitermate effectief. En daarin kan je dus je copy iets voor middernacht aanpassen, om er wel voor te zorgen dat het geaccepteerd wordt naar laatste kans vandaag alleen Black Friday sale. Nou, voor je koud verkeer schaal en edit je de budgetten van de 5 tot 8 best performende adsets agressief van 5 naar €50. We zijn nu één dag voor Black Friday en hierin wil je gewoon agressief gaan spenden en wil je Facebook uiteindelijk het werk gaan laten doen. Hetzelfde voor die algoritmische targeting als je net begint en net producten aan het testen bent, kan je dus winstgevende audiences van 5 naar €50 editen. Kan een flinke schaal zijn, maar het werkt vaak wel uitermate goed, zeker deze tijd van het jaar. En deze kan je altijd editen om middernacht Nederlandse tijd, zodat hij de hele dag heeft om te optimaliseren. Nou, het is duidelijk dat je hierin dus voorbereidt op hogere Black Friday Cyber Monday uitgaven voor Facebook advertenties met deze budgetverhogingen. Alleen je gaat er wel voor zorgen dat je 2 tot 3 keer zoveel gaat verdienen dan in een normale week. Wat je voor je e-mail en sms doet, je stuurt verleidelijke Black Friday Cyber Monday sale is hier. Push het fact dat de aanbieding zo goed is dat je waarschijnlijk uitverkocht bent. Dus zorg ervoor dat je de aanbieding pakt voor het te laat is. Omdat je dit waarschijnlijk nooit meer gaat zien bij jouw huidige store die je nu verkoopt, of tot de volgende Black Friday Cyber Monday. Wat pas weer in een jaar zal zijn. Die copy wil ik dat je gaat gebruiken in je e-mail, sms, maar ook in je landingspagina en in je ad-copy gaat verwerken. Oké, dan zijn we eenmaal aangekomen op eigenlijk een van de beste dagen van het jaar om een Shopify store te hebben. En op deze dag gaat je site volledig op uitverkoop. De hele site is momenteel in de uitverkoop, de volledige site. Niet alleen de exclusieve landingspagina die je hebt gemaakt. Dus zorg ervoor dat je site ook Black Friday en Cyber Monday branded is. Dat je die 25 tot 40% korting kan geven aan jouw product. Oké, nou, je voegt dus automatisch de kortingcode toe aan de volledige site op deze Black Friday Cyber Monday.
Wat ik ook wil dat je doet, is heb de hele dag 24/7 support aanstaan. Dat je gewoon zoveel bezoekers gaat binnenkrijgen op deze dag, dat je die eigenlijk goed wil begeleiden richting een sale. En zorg ervoor dat deze website dus gebrand is. Laat je ads gewoon het werk doen en geniet van een van de beste dagen van het jaar om ads te kunnen draaien. Nou, nu zijn we één dag na Black Friday en dat betekent niet dat het volledig is afgelopen, maar dat je nog een aantal dagen hebt om door te schalen. En zeker met deze Black Friday Cyber Monday campaign die we hebben gemaakt. Nou, wat je deze dag wil doen is, je wilt uitzetten van elke nieuwe gemaakte Black Friday Cyber Monday audiences die verliesgevend zijn geweest de afgelopen 3 dagen en die momenteel nog steeds aanstaan. Je wilt editen van al je copy van onze Black Friday Cyber Monday campaign die je gemaakt om Cyber Monday focus te zijn. Want Black Friday is eenmaal gisteren geweest, 24e in dit geval, en nu komt Cyber Monday daar. Je kan bijna precies dezelfde copy gebruiken. De site heeft nog steeds automatisch toegepaste korting tot maandag voor iedereen die de Black Friday deal heeft gemist. Zorg ervoor dat alle edits zijn nagelopen en gepland staan voor zondagmorgen. En laat dit lekker lopen tot zondag. En dan gaan we door naar zondag. Daar heb je nog steeds je retargeting momenteel aanstaan. Dan laat je adsets lopen en verhoog je winstgevende adsets van de laatste 3 dagen met 20%. Nou, hierin hebben we ook nog onze koud verkeercampagnes aanstaan, elite scaling en algoritmische targeting. Die laat je nog steeds langzaam lopen richting Cyber Monday. Je bent nu 1 dag voor Cyber Monday en je hebt al verschillende audiences getest met de Black Friday skill. Wat je nu nog doet voor je e-mail en sms, stuur een laatste, absoluut laatste kans e-mail en bereid je voor dat de deal morgen maandag middernacht op Cyber Monday uiteindelijk gaat eindigen. Cyber Monday, de 27e, ook een van de beste dagen van het jaar. En heel veel mensen laten het na om hier winstgevend te draaien, omdat ze vaak al uitverkocht zijn op Black Friday. Nou, met de dropship-methode hoef je niet uitverkocht te raken. En daarin laat je nog steeds al je audiences lopen. En stuur nog een laatste keer een e-mail in de middag dat de deal vanavond eindigt, wanneer het zover is. Laat e-mail en ads hun ding doen vandaag en geniet hiervan. Nou, zoals je ziet heb ik je een volledige campagne gegeven hoe je deze in elkaar kan zetten. Als je hier nog vragen over hebt, ik ben altijd beschikbaar op Facebook, in Messenger, om daarover te praten. En voor iedereen die nog interesse heeft om zijn huidige Shopify-business op te schalen, stuur me zeker even een berichtje als je interesse hebt in een eventueel coachingsprogramma. Dan kunnen we even praten, kijken of dat een goede match is. En dan zal ik je daar meer over uitleggen. Oké, ik wil in ieder geval voor iedereen die er vandaag bij is geweest bedanken dat jullie erbij zijn geweest. Het was een hele korte event. Ik doe deze 1 keer per maand. Over 2 weken verwacht ik dat ik er weer een ga geven. En dan maak ik weer een compleet gratis presentatie voor je, waar je daadwerkelijk wat aan hebt ten opzichte van alle andere coaches die je wat proberen te verkopen. Ik wens jullie allemaal nog een super fijne maandag en dan spreken jullie snel weer. Ciao, ciao.